Wat op allemaal, leuk dat je weer naar een nieuwe video kijkt. Het zijn er sinds de laatste video zijn er iets meer geworden, aantal kijkers. Verder rest is het qua vangsten en qua sessies een beetje een rare week geweest. Het zit er nou vlak voor de paaiperiode, misschien wel half in de paaiperiode, waardoor het soms ontzettend taai kan zijn. Heel veel volgers, heel veel missers, hele rustige, trage aanbeten. Dat heeft ons ook een beetje dus gedwongen om zoveel mogelijk stekken af te vissen, om de juiste vis voor de camera te kunnen verschijnen. Laten we er verder niet te lang meer over lullen en ik laat jullie kijken naar de mooie sessies en de mooie vangsten. Het is weer de hoogste tijd voor een nieuwe roofvissessie. Met z'n drieën trekken we erop uit om de hertogswetering af te vissen. Ongeveer een half uur voelt Jens ineens een dikke beuk op zijn kunstaas. Hij slaat aan en blijkt een prachtige poldersnoep van 75 centimeter aan de haak te hebben. Hier ben je dan. Dan heb je hem goed vast. Als je nou begint te spartelen, ook gewoon houden. Gewoon stevig vasthouden, kan nou weer kant op. Mooie vis. Mooie vis, man. Deze week hebben we tal van stekken aangedaan om achter de roofvis aan te gaan. We zitten bijna tegen de paaitijd aan, dus de snoek is lui en zorgt voor vreemde en trage aanbeten. Dit resulteert in veel missers en volgers. Ondertussen rijden we verder van stek naar stek, zoek naar nieuwe vis. Oh jongen, gek! Dan ineens voelt Ralf een vis bonken op zijn hengel. Wanneer de vis zich eindelijk laat zien, blijkt het een enorme snoekbaas te zijn. We gaan naar een nieuwe locatie om een aantal polderslootjes af te vissen. Al vrij snel zien we de eerste volgers, maar het eerste half uur krijgen we nog geen aanbeet, totdat Ralf ineens zijn hengel weer krom ziet gaan. Ja, schep jij, maar ik wil hem wel. Meet hem eens op. Dat zal hij zijn, 60. Nee, hij is mooi gekleurd vooral, man. Hij is bijna rood gewoon. Oh, wat een kleur, zeg. Netjes. Hij is echt vet. Hou hem eens ervoor, man. Prachtige vissen hebben we tot nu toe voor de camera gehad, maar bij mij jeukt het van de vissen dan. Hoewel ik regelmatig snoep vlak bij mijn kunstaas zie, heb ik nog geen weten te strikken en word ik er finaal uitgevist door mijn vismaatjes. Stuk zet ik door in de hoop toch nog een vis te kunnen vangen. We kiezen voor het ruimere sop en besluiten een grote plas af te vissen en ineens is het raak. Ja, hangen. Zo.
flink gebeten net, jongen, door een andere. Ja. Pooh. Nog een snoek van bijna 70 centimeter. We vissen nog even een tijdje door, maar verdere aanbeten blijven uit. We besluiten een einde aan de sessie te breiden en tevreden met de vangsten van deze week gaan we naar huis. Dit was hem dus weer, de sessie. Ik hoop dat jullie ervan hebben genoten. Vond je het leuk? Wil je me alsjeblieft liken? Ben je nog niet geabonneerd? Zou je dan alsjeblieft willen abonneren op mijn kanaal? Ik blijf zeggen, hoe meer mensen zich abonneren, hoe meer mensen dit zien, hoe meer ik hier mijn tijd in kan steken en hoe mooiere sessies we kunnen gaan maken. En dan gaan we alleen maar klimmen. Verder zie ik die heel snel. We zitten bijna tegen de gesloten tijd aan. Ik hoop voor die tijd nog een mooie video voor jullie te kunnen maken. Men zal de tijd uitwijzen. En anders gaan we met andere visserijen bezig. Kunstaas bouwen. Ik hoop jullie snel weer te zien. Tot de volgende!